Races doen? Nee, geen races, wat zeg ik. Een paar missies, Rocksfest en Surgeons. Ik heb al een lange tijd geen GTA meer gedaan. Ondertussen heb ik alleen maar Black Ops 3 gedaan. En ik ben met een vriend hier die ook een YouTube-kanaal heeft. Ik zou later op de dag of morgen eventjes een linkje naar zijn kanaal in de beschrijving zetten. En ja, dus we gaan eventjes beginnen. Helemaal mooi, hè? Helemaal mooi. Slim. Nou, dan moet je dan wel eventjes later in een update video zeggen voor jou dat. Zoals wat ik nu ook doe op dit moment. Dat werkt ook. Werkt ook. Maar hij is gelukkig gaan beginnen. Dus het is een oneven, maar het maakt toch echt vrij weinig uit. Maar dat launching session duurt best wel lang eigenlijk. Ah, het zal wel. Echt, het zal wel. Of er zit iemand in met gewoon slecht internet, waardoor die lang duurt met. Ah, slim. Nou, hoe lang duurt dit nog? Oh, eindelijk. Eindelijk. Ik ga even kijken of ik via mijn YouTube een beetje kan kijken. Maar wat heb ik tegenwoordig met mijn YouTube? Of het werkt niet. Ja, ik weet wat je bedoelt. Ik weet wat je bedoelt. Oh, ik kan eindelijk mijn livestream zien. Jee. Nul kijkers. Jee. Wel, ik kan nu niet aanpassen. Nee. Nee. Mooi toch. Toevallig een afspeellijst. Helemaal mooi, jongen. Helemaal mooi. Nee, niet doen. Ik heb het gevoel dat jij hoe dan ook dood gaat, man. Nou, eerste melding wat ik krijg als ik. Wat? Hè? De eerste melding die ik krijg is dat. Dat mijn shield destroyed. Nee, impound, sorry. Hoe kon ik dit missen? Ja. Ik kan wel rotgelachen als je weer zelfmoord pleegt, hè? Jezus Christus. Ik zit echt alles erop af te knallen of zo. Got him! Oké, dit gaat. Ik heb best wel een goede dag vandaag. Nee, die ga ik niet. Dat ga ik niet even proberen. Heb ik. Oh, nice. Nice, nog één. Nog één. Van level 4. Dat kan nooit. Dat kan nooit lang duren. Waar is die helemaal, joh? Nee, hij is volgens mij AFK. Nee, hij is AFK. Ah. Meen je dit? Hij is AFK. Wat is dit? Weet je, dan moet je toch maar even iets doen.
Ah, dan moet je mij eventjes iets doen. Mag ik zelf kijken? Waar kan ik hier naar beneden springen om en te blijven leven? Ik ga het niet eens proberen. Hoe? Hoe hebben jullie dat gedaan? Welke muur? Welke muur? Oh, deze hier! Yes! Yes! Ja. Yes, joh. George, I made it. Oeh. Oh, kut, ik heb nog wel zelfmoord gepleegd. Dat is niet de bedoeling. Oké, dat ga ik dadelijk echt doen, jongen. Dat is echt genius. Oh. Ja, slim. Maar what the fuck? Dat is best wel een geniaal eigenlijk, zodat je dat overleeft. Poppa! Nee, we gaan gewoon winnen. We gaan gewoon proberen te winnen, man. Want dat is wel de bedoeling, hè? En deze. Gewoon 2. Ja. Dus ruim 2. Tenminste, of is er 1 round en dan is het zo. Beide in 1 round is 1 keer de shooter en 1. Zo, ik heb er alweer 1. Nee, ik had er 1, hè. Omdat hij schoot op het moment dat ik recht voor hem stond. Slim van hem. Hey, Jotte, ik zie je. Maar ik moet wel even vernieuwen, want hij heeft me best wel goed geraakt, echt. En ik land ook op mijn dak, dus mijn auto heeft best veel damage. Omdat, Ik pak gewoon de bananencar. Oh, nice. Nice. Ja. Ja, ik sta er bovenop. Oh, jongens. Nee, je beukte me, hond. Je beukte me. Anders had ik die andere eraf kunnen rijden. Ah, fucking hell. Ah, fuck you, Jot. Fuck you. Dat was echt onze enige winkans. Dat is echt best wel een winkans kunnen weten. Maar jij beukt me eraf. Ah, dan heb ik hem nu. Nou, AFK-gas zijn dus best wel makkelijk. Oké, dat zag er best wel mooi uit. Nee, doe ik maar niet. Ik zag er best wel mooi uit. Want ik kwam echt in één keer uit het niet zo mooi tegen de kans. Als ik baf. Hé, hey, wie stond erop? Stond jij er bovenop? Bovenop de platform? Ja, oh, jij wou hem zeker eraf rijden, of niet? Wat? Maar jij wou hem zeker afrijden, of niet? Nee, dan wachten we totdat we iedereen hebben vermoord en dan pakken we de AFK. Waar ben je? Oh. Slim! Waar sta je dan? Hoi! Wat de fuck doe je daar? Ja, die rijdt even om, want hij is erachter geland. Vind je nou wezen? What the fuck, Jad, wat doe je daar? Wacht, dan kom ik er ook even aan.
Ja, ik overleef het. Yes! Jelte, nee, jij gaat daar niet dood. Jelte, waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Jelte, ik loop even via het dak. Ik ben nu nog veilig. Kijk eens boven je. Hoi. Hun hebben ook echt vrij weinig door of zo, hè? Nee, niet door. Nee, niet door, niet door. Maar weet je, volgens mij wel, maar jou niet. Jot, jot, loop een beetje door, loop een beetje door, loop een beetje door. Ik heb er eentje stopt uit zijn auto. Ben je dood? Alsjeblieft. Ja, je weet dat die AFK gewoon aan de andere kant staat, hè? Ja, wacht, wacht. Wacht op mij, wacht op mij, wacht op mij. Ik heb nog maar één kogel. Kan ik sta beneden, ik sta beneden. Waar ben je? Blijf daar even wachten, blijf er even wachten of zo. Maar je weet dat ik je net best wel hard heb gered. Ik heb je er net uit. Wacht, leeft er nog maar één? Ja, er leeft nog maar één, die AFK gozer. Ik ga er gewoon even heen rennen. Deze keer kill ik hem wel eventjes. Wacht, hij is niet AFK. Uh-oh. Hij is niet meer AFK, oh for fuck's sakes. Oké. Oh jawel, kan wel hoor. Kijk eens waar ik sta. Ja, ik sta nu op een van die. Waarom schiet mijn eigen team op me? Hoi. Hoi. Je fucking asshole. Nee, niet doen, dan val je echt dood, jongen. Dan val je dood. Heeft hij het door? Oh kut. Oh kut, 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 kut. Heeft hij me door? Nee, heeft hem niet door. Yo, ik sta hier echt. Hè? Huh? Jongen, je weet als hij me nu vindt dat ik echt dood ben. Ik pak een van hun auto's. Ik pak een van hun auto's. Ga er bovenop staan. Pak weer wat bezoekerkogels. Rij naar beneden en ik schiet hem dan mee af. Jongen, ik ga echt even slim doen hoor. Oh, het is toch nog maar 21 seconden. Wij hebben toch gewonnen. Of niet? Beuken! Nee, ik heb geen kogels! Blijf hier! Blijf hier, hond! Yes! Ik hield hem tegen. Nee, ik hield hem tegen dat hij niet weg kon rijden om weer een aanloop te nemen. Ik hield hem tegen. Nee, nee, dat niet. Maar hij lekte wel als de pleuris, jongen. Ik beukte hem en ineens stond hij helemaal aan de andere kant. Dat was raar. Ja, maar dat is nou best tactiek wat je kan doen. Echt, ik stond echt zo voor hem en ik blokkeer hem die hard. Hij kon geen aanloop meer nemen. Als hij achteruit reed, kwam ik gewoon achter hem aan. Is ik ook hoor, dit is best wel sterk. Alsnog, ik heb iemand. Waarom staat iedereen AFK?
Eén is niet AFK. Eén is niet AFK, de rest is AFK. Oh! Iemand had toen een one shot volgens mij. Oh nee, hij raakte wel twee, dat zag ik wel. Wat de fuck doen die anderen? Volgens mij zijn ze best op. Oh ja, hij kan mij nu. Waarom mist hij mij? Ik ga first person. Ik ga gewoon even in first person. Speciaal voor de kijkers. Speciaal voor de kijkers. Jan, ga uit de weg! Nee, even uit first person. Dit... Ik sta er bovenop. Nee! Ik rijd er vanaf. Kut! Mijn rem werkt niet. Mijn rem werkt niet. Fuck. First person is fucking kut, jongen. Mijn eigen team doet me weg. Bedankt, team. En niemand gaat Deadly Kunin ook dood, want hij heeft er twee schoten gehad. Hoppa, ik heb die gozer die schoot. Wat? Oh, ik hit hem vol hard. En hij staat er nog bovenop. Op mijn schep sleurde ik hem mee. What the fuck? Wat de fuck? Op mijn schep sleurde ik hem mee. AFK gozer is in ieder geval af. Tenminste, ik zag hem van... Daar gaat hij al. Hoe mist hij me? Hij mist me van dichtbij. Hoe slecht. Hij doet best wel een goede tactiek. Hij leunt echt zo'n barrier aan. Dan ben je best moeilijk te hitten. Dan moet je op precisie werken. Nu moet je echt op precisie werken. Oeh, één iemand had hem bijna. Oh, ik spring er overheen! Ja. Banana power, you know, banana power. Oh, jij bent die donker, hè? Nice. Oeh, bijna man. Ah, kom op, ik spring hem weer overheen. Deze, oh. Je helpt hem, be wrecked. Be wrecked. Hij heeft level 17. Je bent gerekt in van level 17. Had ik hem? Oh, ik hit hem wel, kom op. Hoe kan hij nog steeds leven? Deze keer, ik hit hem best wel goed eigenlijk. Dus, dat werkt hoor. Schiet! Kut! Nee, net niet. Ja! Yes! Yes! Oh, monies! Ik ben bijna level up, joh. Ik ben bijna level 101. Yes! Yo, kijk eens welk level jij bent. Het zit toch wel een klein verschil in, hoor, jongens. Maar ik denk wel dat een paar kijkers van mij dit wel leuk vinden dat ik weer GTA doe. Want sommigen vinden Black Ops 3 niet echt het leukste om te bekijken. Omdat ik eerst altijd GTA deed en dan in één keer weer heel veel Black Ops 3. Dat ik dacht, ik doe er even een GTA 5 video tussendoor. En deze keer een lange. Wat waarschijnlijk een uur wordt. Ja, ik denk wel dat het nog wel een uurtje wordt. Ik heb een reactie. Hij zei... Shadow... Hoe? Wacht. Welke taal is dat?
Kut, ik kan niet meer stemmen. Ik kan niet meer stemmen. What the f... Chateau. Ik kan het niet eens uitspreken. ja, in de chat. Huh? Hoe? Wow. Nee, ik kan stream via YouTube, hè? Als je me hebt geabonneerd, kan je kijken. Chetosuentas? Als ik het goed uitspreek... Nee, ik spreek het nu ook verkeerd uit. Ik geloof dat dit Mexicaans is of zo. Oh, nee. Francisco... Nee. Franci... Ah! Ik kan dit zo niet. Francisco Javier Ortigosa. Volgens mij komt hij uit Frankrijk. Maar van, maar deze stad, die nam is gewoon niet Frans eigenlijk. En ik hoor een echo van mezelf trouwens. Maar ik denk dat ik goed uit heb gesproken en ik heb geen idee wat je er zo net zei, want ik kan geen Frans of het is Mexicaans, dat kan ik niet, sorry. Ik kan hoogstens wel alleen een Engels woordje zeggen, maar ik kan dat dus niet zeggen, sorry. Ja. Niet? Nee, dat boeit me eigenlijk best wel. Kijk, je gaat naar de party. Eventjes party. Nee, jij moet naar de party. Je weet wel even naar de party. En dan party instellingen, geloof ik. En dan staat er stem toestaan in uitzendingen. Ja, dan moet je even op altijd zetten. Even op altijd. Oh ja, gedaan. Oké, je kan me nu horen. Je kan mijn prachtige stem horen. Hoop ik. Ach ja. Oh! Oh, ja, leuk hoor. Ik ben even AFK. En ja, ik ben dood. Ik ben serieus overheen. Hoe de shit. Ja, hij rijdt eraf. Oké. Ja, ik ben dood, hè. Ik ben dood. Hij pakte mij als eerst. Slim eigenlijk, want hij pakt gelijk iemand van level 100. Dat is best wel slim eigenlijk. Oké. Congrats. Zo. Waar is die gast? Hij staat naar beneden. Ja, klopt. Oh! Ja, ik kan me horen. Oké, chill. Mooi, eindelijk. Dat is dus even kijken hoe lang van de stream. Dus even denken, 22 minuten van de stream is dus, praat ik dus eigenlijk tegen een muur, als je het zo gaat bekijken. Dus kijkers, sorry voor het ongemak, dat was gewoon eventjes een technische fout. Dat ga ik dus niet verbeteren, want daar heb ik dus ergens in en ik kan niet editen, omdat mijn computer al sowieso meer dan 2 jaar dood is. Dus ik kan er niks aan doen. Dus kijkers, dat zo da- Rekt! Rekt! Dat vind ik niet kunnen hoor, dat vind ik echt niet kunnen. Joh, ik werd op een ergere manier gerekt. Okay? Ik werd de hele tijd plat gereden. Jij wordt gewoon in één keer vies hard gesmaakt. Ja, no en. Maar jouw manier is best wel leuk eigenlijk. Oh, je bent echt duid gerekt. Je bent duid gerekt, man. Echt super leuk. Ja, ik vond het wel. Jordi, als we zometeen. Zometeen weer nog een keer met gaan schieten. Dan ga je mij volgen, oké? Dan gaan we sneakend gaan we naar. Oké, springen we dan gelijk van de. Springen we dan gelijk eraf? Denk het wel. Of wel, ja. Ja, maar oké, hij is dan in een eentje. Hij is dan in een eentje. Ja, weet ik, maar nu niet. Maar als wij weer mogen schieten. Ja, maar kijk, als wij. Hij gaat dood. Wat? Huh? Oké! Okay. Hacker alert! Oh. Nee, het is gewoon een glitch. Oeh, hij heeft echt veel geluk, man. Ja, hij heeft de hele tijd vet wel geluk. Ja, één keer werd hij echt bijna gereed. Net werd hij geschraapt. Dat vind ik best wel mooi. Nou ja.
Ik zou eventjes een reactie plaatsen in de stream van voor hem, speciaal voor hem, omdat hij Frans of Mexicaans is, wat ik nog steeds niet weet. Wow, hij heeft hem hoor, hij heeft hem. Ik weet nog steeds niet hoe hij heet, dus ik weet dus nog steeds niet welke taal. Oh, laat maar eens. Ik ga wel even iets in de stream zeggen, gewoon in de chat, want of hij is Frans of hij is Mexicaans, dat weet ik echt, dat, even serieus. Als iemand het weet, zeg het alsjeblieft. Want ik heb mijn aardrijkskunde, dat is verschrikkelijk. Ik wil eventjes kijken wat hij zegt. Misschien even weet ik of het Frans of zo is. Live chatten. Hij zegt... Chato cuentas. Ja, en welke te? Oké, ik heb geen idee. Oké. Okay. Echt... No flauw idee. Wow. Wow. No flauw idee. Beste Engels ever. Dus ik heb even in de chat eventjes wat gezegd van in het Engels, dat hij best begrijpt dat ik het leuk vind dat hij kijkt. Als ze nog nice kijkt. That you are watching the stream, oké. Okay. Hey! Ah! Au! Au. Oh, die man die staat weer tegen de muur aan daar. Nee, ik heb bijna de man tegen de muur! Ik oh, 360! 360, no scope! Ze zitten allemaal op mij te schieten. Joh, ik ben twee keer gehit ofzo. Oh, maar als ik uit de auto, kom op. De strijd is zo van ongemak, dat is gewoon eventjes technisch fout. Dat ga ik er niet weten, want daar heb ik er ergens in. En dan kan ik editen op mijn computer als ik zo meer dan twee keer dood is. Ik heb er één. Okay. Ik zweer, ik had er één. Ik botste er vol tegen je naar de net. Oh, de stream loopt heel erg achter op de een of andere manier. Heel erg hoor. Dat is altijd zo. Ja, nu ineens. Ja, maar ze net was het 10 seconden of zo, 15 seconden en nu is het ineens een paar minuten. Echt vet lang. Nee, maar dat zijn gewoon issues. Dat maakt niet zoveel uit. Dat, als ik het upload naar YouTube, merk ik als het klaar is met de stream en het staat op YouTube, merk ik er niks van. Als het goed is hoor. Oké, ze hebben een... Ze hebben een comeback. Hoi. Ze loopt de teammate. Shit, hij moet even instappen. Want hij loopt hier rond. Ja. En als hij dan wordt gehit, dan is hij dood. Dus ik laat hem even instappen. Dat ik hem even bij de auto breng. Yep. Oké. Okay. En dan moest wel, want anders liep ze midden in het veld. En dan had hij een best wel grote kans dat hij werd vermoord. Want ik laat hem eventjes uitstappen dat hij eventjes een autootje kan pakken. Zo aardig ben ik dan wel. Oh, ik zat er bijna op. Nice. Ze zitten allemaal op me te schieten. Echt waar. Oh, ik ben één keer vol gehit. Wow. Jordi. Ja. Kun je mij goed horen? Ja. Ja, oké, okay, want op die stream hoor je me niet zo hard. Je hoort me echt. Echt zacht. Ja, ik hoor. Jij zegt dat je heel zacht hoort. Ik hoor via jouw microfoon hoor ik jou praten. Hij heeft me vol gemist, sukkel. Waarom richt ik op die AFK goos? Ik moet even op die actieve goos richten. Hoe kunnen ze me de hele tijd missen? Die ene AFK gast, die is niet meer AFK, of die was er net nog niet meer AFK. En ja, hij moet even ergens heen ofzo, neem ik aan. Ja, moest je even zo onduit laten ofzo. Woef. Het zou zomaar kunnen. Oh fuck, nee! Oeps, ik heb ons teamgenoot per ongeluk uitgeschakeld. Woe! Hij wil op de rem gaan. Ik heb een nieuwe auto nodig, heel snel. Ja, ik ook. Als ik nu één keer word gehit, dan ben ik dood. Ze hebben me gemist. Oh. Geluk, jongen, geluk. Ik ben vol gehit, ik ben nog... Oké, nu. Snel. Oh, ik pak een oranje, Holland. Holland. Ik vertrouw niet meer in voetbal. Echt serieus, Nederland is best slecht bezig tegenwoordig met voetbal. Ik weet niet wat er mis is met hun, maar ze zijn echt slecht. Yep.
AFK Ghost heb ik als het goed is. Nee, hij staat er nog. Wat? Ik hit hem, kom op. Oh. Wee, dit ding die zet zichzelf automatisch recht. Ja, dat is toch handig? Ja, soort van. Maar dan is soms... soms ineens in de lucht. Ja, maar soms werkt het tegen, maar meestal is het best wel handig. Ik ben één keer weer volgehit. Oh, jezus man. Die ene gast is goed die tegen de muur staat. Ja. Ze staan trouwens nu allebei tegen de muur. Behalve die AFK-goos natuurlijk. Ja. Yep. Ik sta erop. Ja, wij hebben verloren. Wij hebben echt verloren, jongen. Ik stond erop. Ik heb er één. Yes! Yes! Of we moeten nog eens serieus 18 seconden nog één keer... Nee, gaat dat maar lukken. Gaat echt niet meer lukken. Als ik hem nu hit, joh. Maar kom op, man. Mijn auto staat vast. Een soort van vast. Nou ja, hij is verlos. Kom op! Oh, ik nee, we hebben verloren. Op. We hebben verloren. Fuckie. Nou, een loser. Dat vind ik echt... Oh, wat? Wat? Hoe? 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 Oh, wij zijn de survivors natuurlijk. Oh. Nee, maar de vorige keer, toen was die andere survivor, zat ik ook in de auto. Omdat wij de shooters waren, zat ik in de auto. Was er ook nog één survivor. En die had ook nog gewonnen. Nee, die had verloren. Dat was ook zo'n netdrijver. Okay, we springen er gelijk af en we verstoppen ons, oké? Okay? Maar wat de fuck, hoe konden wij winnen? Want hun waren survivors. En survivors hoort te winnen. Als wij hem niet hebben vermoord. What the fuck? Oké, dat vind ik op zich nog best wel oké. Okay, maar volgens mij voor de survivors is het best wel sneu. Ik schiet Ik schiet wel even een random kogel in de lucht. Dat ik eventjes in plaats van 5 kogels, 8 kogels heb. Huh, hoe doe je dat dan? Gewoon eventjes één kogel schieten. Dan pak je weer op. Oké, ik spring het zo tegen de muur aan springen hier. Waarom heb ik nu weer in één keer 4? Ik hoorde normaal meer te krijgen. Kijk, nu heb je 8. Oké, ik ben tegen de muur aangesprongen en ik lig in een kantje. Ja, ik ben ook in de... Oh, fuck! Hoi! Shit, ik verstop hierachter. Hoi, we gaan ermee. Oh, kut. Oh, sst. Huh? Sst. Zullen we lopen? Zullen we lopen? Yep. Go. Ik volg jou. Volg mij. Snel stil hier achter de ramp. Oh ja, dat we even veilig staan. We're totally safe at this moment. Okay. Joh, wij zijn echt kaart sneak aan het doen. Ren. Shit, hij komt achter ons. Nee. Ja. Wacht, die AFK-goos. Ik ga even kijken of ik bij die AFK-goos kan komen. Is goed, ik ga met je mee, gewoon voor de zekerheid. Ja, dat we even elkaar dekking kunnen geven. Hé, ik loop achterlangs. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik loop achterlangs. Oh ja, yes, ik kan hier het dak op, yes. Oh, kunnen we daar ook misschien op het dak staan? Ja, hier kun je het dak op. Als ze een nieuwe auto gaan pakken, gaan ze vol schieten. Oh, kut. Voor mij heeft hij ons door. Nee hoor. Ik heb 51.000 verdiend met dit potje, met alleen deze potjes van deze missie. Oh, ik heb yes! Yes! Hier moet je wel springen, anders val je kloof in. Met de aanloop springen. Oh mijn god. Kijk uit dat je hem... Je moet hem wel echt goed raken. Jongen, ik ga tussen lukken hoor. Fire in the hole! Yes, oké. Oké, nu moeten we even wachten dat ze een nieuwe auto pakken. Ik blijf aan deze kant wachten. Ah, hij heeft ons door. Hij rijdt helemaal door. Nee. Oké. Als hij uit gaat stappen, dan moet ik hem niet achter me staan. Kom op. Uitstappen. Nee, hij heeft nog geen nieuwe auto nodig. Jammer. Niet die kogel spelen. Alleen schiet als hij hier stil staat. Hebben ze ons door? Nee. Weet ik niet. Nee. Oké, er komt weer de eerste slachtoffer aan. Oh, dit moeten we doen met 20 mensen erin of zo. En dan moeten we... Oh, hij heeft ons hoor. Nee, ja, hij gaat nog een keer. Nee. Maar wat kan hij anders doen als hij ons door heeft? Want dan komt hij nooit bij. Nee, en anders kan hij een trappetje opklimmen. Knal. Of hij pakt allemaal... Wachten. Oh, kut. Wachten. Hij heeft ons nog steeds niet door. Oh, wel. Hij heeft ons door.
Nee, hij heeft niet door. Hij heeft ons wel door, maar hij doet nog niks. Doe net alsof hier AFK staan. Ik kom naast je staan. What the fuck doen we met ons leven, jong? Ja, precies. Oh, oh nice! Oh. Oh, oké. Er is nog één te gaan. We kunnen dus schieten als we willen. Als hij direct komt. Als hij... Ja, hij heeft ons door. Hij heeft ons door. Hij heeft ons door. Maar niet, gewoon stilstaan. Gewoon stilstaan. Zodra hij uit gaat stappen. Hij heeft ons door. Hij heeft ons fucking hard door, jongen. En nu vooral. Nu heeft hij ons echt maar niet door. Schieten. Nog niet schieten. Wacht, ik ga kijken of ik bij de andere... Ja, ik schiet mezelf van het gebouw af. Woe! Ah, kom op! Ben ik alsnog dood. Normaal, als je de timing goed, het leef je nog. Maar ik heb zelfmoord gepleegd. Volgens mij hield hij ons wel die hard door, want anders stond hij daar niet zo lang stil. Weet je, als we hier nou nog een keer dit... Ik vind deze games wel leuk. We verdienen er echt geld mee en we hebben plezier. Yo, hoe lang doen we deze missie al sinds de stream? Nou, 35 minuten doen we deze al in de stream. En daarvoor hebben we ook nog een kwartiertje gespeeld. Dus we doen al serieus 3 kwartier dit. En het verdient best wel goed. Ja, het verdient goed. Wij winnen toch bijna elke keer. Maar Jordi, weet je wat we zo meteen gaan doen? We gaan een auto pakken. En dan gaan we die vol mee inbeuken. En als hij uitstapt, rijden wij een stukje weg en schieten we hem dood. Of rijden we plat. Oh, nee. Oh, goh, goh, goh. Op een van deze, want het zijn meerdere Rocks vs. Insurgents. Op een van die Rocks vs. Insurgents staat ergens een bushard of zo van Apache. Echt? Ja. Op één, nog niet op deze, ook niet op die ik heb. Op een andere, die heb ik wel eens een keer gespeeld, maar ik ben hem vergeten te bookmarken. Maar er stond namelijk een Apache. Fuck! Ik sta erop. Ik heb er één, volgens mij. Nee, je heert hem wel, nee, hij ligt er nog op, je heert hem wel. Oh, jammer. Maar je heert hem wel, dus hij heeft wel goed damage gekregen. Als ze het trucje door hebben, gaan ze er ook afspringen. Ja, maar ze weten niet hoe ze eraf moeten springen. Dat hebben wij net ontdekt, volgens mij. Oh, fuck. Oh, kut, ik ben echt volgehit. Moet je, heb je pas één schot geraakt? Ken je nog wel één, hè? Oh, wauw. Ja. Welk level is die gozer? Oh, level 55, oké, die doet best wel goed. Oh. Model. Champagne, kom op, je kunt het! Ik sta er bovenop, schiet maar! Vieze trut! Jij ja, gaat dood. Nee, nooit! 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 Wat? Waar staat die nog op? Oh, kom op. Wat is daarmee? Die ander staat nog op, kut, sorry. Kut. Oh, je bent bijna level up, jongen. Jongens, ik ga dadelijk sowieso geen feestje. Iemand is geliefd. Maar wel van hun. Nee, die AFK-gozer is geliefd. Die AFK-gozer is geliefd. Nee, dat was een andere. Dat was die ene die wel goed in zijn best deed. Oh, wacht. Waarschijnlijk is hij geliefd om. Waarschijnlijk is hij geliefd. Waar zit je? Hierboven. Help! Waar? Zie je mijn auto niet er vast op staan? Hoe de fuck ben je? Hoe ben je daar gekomen? Ik heb geen idee. Ik kwam erop vast te zitten. Oké, dan. Oké, man, what the fuck? Oh! Oké, what the fuck? Je auto staat nog steeds boven. Hij kan oh mijn god. Hé, leuk dat je kijkt, man. Wie? Oh, een andere zegt hoi. Dus ik zeg hoi terug en ik zeg ook erbij van bedankt dat je kijkt. Oké. Yes, ik sta er weer bovenop. Hoi. Hallo, 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 hallo. Daar gaat hij. Oké, okay, ik kan niet met de live chatten. Oh jawel. Tuurlijk wel. Oké, okay, dat ging best wel goed eigenlijk. Wacht, hebben we nou matchwinner of wat? Ja. Nee. Hadden we een matchwinner?
Weet ik niet. Volgens mij wel. Ik hoop het. Dan kunnen we nog een keer replay doen en dan kunnen we ons trucje uitvoeren. Nee, round. Round winnen hadden we. Round winner. Round. Oh, ja, nou dan kunnen we nu ons trucje zelf uitvoeren. Ja, even wat kogels pakken. Even zo zorgen dat je de meeste kogels kunt krijgen wat je kan. Ja, vijf. Of wat? Handguns? What the fuck? Huh? Huh? Ja, oh, die hoge level is geliefd zo net. Wat? Handguns kunnen we eigenlijk nog beter mee overleven, ook, wist je dat? Nee, juist niet. Juist wel. Nu kun je door de raam heen schieten. Later. Ja, ik zorg eerst voor dat ik meer dan 200 kogels heb. Heb ik al. Ja, ik heb 180. Maar kijk, ik spring er dadelijk vanaf, dus ik heb echt verdomd veel kogels. Ik heb 348, ik denk wel dat het genoeg is. Oeh, ik viel er bijna vanaf. Ja, wacht even op mij! Oh, ons hele team is eraf gesprongen. Echt? Ja, ik spring nu ook vanaf. Yes! Jatte, wacht. Who the fuck? Wat? Uh-oh. Er komt eentje aan, ik moet even de ramp op. Hoe kan hij niks door hebben? Hij probeert de ramp op te komen, maar hij heeft ons niet door dat we er niet staan. Ja, want hij wilde kogeltjes. Nee, er liggen hij denkt dat er bezoekers liggen, maar er liggen handguns, dus hij heeft er niks aan. Nee, we hebben wel iemand van level 132. Waarom hebben we dan handgeweren? What the fuck? Nee, dus, dat is gewoon weer zo'n klein zielige burk. Dat maakt niks uit. Schiet je AFK, gooi eens even een paar kogels door zijn hoofd heen. Komt voor elkaar. Nice. Plukt! Plukt! Stop. Oh, die andere gozer is uitgestapt. Ze gaan elkaar... Nice! We hebben gewonnen. Wat? Spectating? Eh? Er is nog één. Waar? Oh, ik zie hem al, ik weet waar die is. Die gooit me even op haar. Nou, ik ga hem al killen. Oké, ik heb een auto. Nee, laat het maar. Kom goed. Waar is hij? Andere kant. Ik loop midden op straat. Rij maar alsjeblieft niet over. Nope. Nice. Oké, wie won already? Merch! Winner! Money! Oké, dit is best wel een goed idee. Maar moet even die 30.000 erbij. Level 101, jongens! Yes! Hij heeft de meeste kills. Oh. Oké, nice! Oké, dit keer moeten we even meer mensen in fighten, dan lijkt het me leuker. Ja, steek met deze hele sessie vol of niet? Ja, met 20 mensen erin, elke 10. Iemand heeft no vote. No vote. 3 no, 4 no votes. 4 rounds 1 en hij doet alsnog no votes. Nou, joh. No votes. Hoor. Ja, jongen. Ik heb maar 17.000 gewonnen. Dat is toch best wel veel, hoor, op zich. Ja, weet ik. Voor het verliezen wel. Daarom doe ik het juist. Kijk, als je nou bijvoorbeeld iets in de reacties zet van mijn stream, dan kan ik bijvoorbeeld erbij zeggen van... vergeet hem niet te abonneren en ook een likeje erachter te laten op mijn video en dat soort dingen. Kijk, sta je gelijk in de link. Nee, er is iets. YouTube is aan het updaten of zo. What the fuck? Yes. Oké. Zo is moois. Oh, nou ik zie niks veranderen of zo. Oké, ik ben gejoined. Oké, invite players, Fromless, job, my friends. My friends. Ik kan jouw kanaal trouwens nooit opzoeken. Ja, tussen mijn abonnementen dan. Ja. Klopt, doe je dat maar toch? Daarom zoek ik altijd gewoon Jordi van de Wisschap of zo en dan krijg ik jou ne. Ja, maar het zoek maar gewoon via de abonnementen. Ik denk dat ik ooit op YouTube een screen review ga doen, maar ik denk het. Maar dan moet ik of zo'n zoveel abonnee special doen. Een face review. Maar ik denk dat ik dan eerst wel denk dat ik bij de 100 abonnees moet komen. Dan pas ga ik overdenken wat ik ga doen.
Ja, maar wat ga je doen, hè? Ooit misschien een face reveal. Je weet wel, gewoon dat ik mijn PlayStation camera erbij aanzet. Maar ik denk dat ik dat pas ga doen vanaf de 100 abonnees. Maar dat, ik denk nog wel dat het even gaat duren. Oh, ik verstond het niet, joh. Nou, nu wel. Ik heb pas 18 abonnees. En dan moet ik nog wel... moet ik nog... Ik verstond een 20... face review of zo. Face review. Ik weet niet of je dat zei. Face review. Maar... Oh, face review. Dan moet ik nog 82 abonnees. Maar dan moet ik nog 82 abonnees. Dus dat ben ik nog lang niet. Ja. Oké, als jullie start hebben met... Kijk eens hoeveel mensen er zijn. Mooi toch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik ben al bij de 45 minuten stream. En dat komt goed. Ik zie het. Yes, 7 players. Nee, nee. Er staat 0 kijkers, 9. Maar alsnog heb je wat kijkers. Ja, maar dat maakt niks uit. Iemand zegt hoi en iemand zegt chat ook goed wat er nog daar zo. Hoe? Chat ook nog lekker te daar zo. De bami pangan. Bami pangan. Zet hashtag bami in de chat. Hashtag bami. Zegt iemand dat? Nee, natuurlijk niet. Dat hoeft helemaal niemand erin te zetten. Er zijn natuurlijk iets gebeurd wat best cool is. Dat je dan zo'n hashtag nog wat erin in de chat zet ofzo. Zo, Wat? Jordi? Ja? Kijk eens in de chat. Hashtag Bami! Oké, als we beginnen, dan gaan we gelijk de rand springen, oké? Okay? En hashtag moet heel sneaky. Oh, je bent niet op je gamers account, hè, slimme? Oh nee, shit. Nou en boeien. Ah. Maar jij hebt best wel veel abonnees op jou, op die kanaal van jou, zeg. Hoeveel had je daarop? 58? Nee, gewoon 50. Ja, maar dat was op dat vuurwerkkanaal, bedoel je? Ja, vuurwerkkanaal. Hoeveel abonnees heb je daarop? 50. Oké. Dat is niet verkeerd. Maar ik moet er nog even wat op doordeur gaan. Ik heb wel wat vuurwerk thuis liggen, dus ik moet nog eens even daar een filmpje van maken. Ik heb er één. Nice. Ja. Ja, nice. Er staan weer een paar AFK. Waarom komen ze hier dan in? Weet niet. AFK om geld te verdienen zeker of zo. Ja, zo wil ik ook wel AFK zijn hoor, als ik geld kan verdienen. De hoofdhuis doen, hè? Ja, je lekker stilstaan. Maar iedereen heeft een rol, dus ik heb er alweer een. Als het goed is. Nee, hij is thuis. Laat me even voorruimen, want één schot meer en ik ben dood. Ja, ik ben. Ben ook al weg. Ik ben nog geen één keer geraakt, dus ik kan nog lekker doorgaan. Ik ben 2 keer gehit. Dus dat, als ik nu nog een keer ga, dan ben ik dood. Kut, ja, dus... ik ben gehit. Ik werd ineens van de ramp afgegooid. Ach, ik heb al 68.000 verdiend. Ik ook zoiets. Ik heb 371.000 alweer. En ik begon met 310.000. Oh. Bijna een perfecte landing op de ramp. Holy shit. Oeh! Ik heb mijn tanden of zo niet goed gepoetst, want ik heb last van mijn tanden. Hé, hey, ik heb de hele avond op kauwgom binnen, oké? Okay, mooi. Ja, prachtig. Oh, hè? Jammer. Oh shit, ik heb al 2 schoten gehad. Ik moet heel gauw weg. Ja, ik ook. Jezus, ze schoten 2 keer. Hun hebben best wel goede accuracy. Welk level? Eén van level 132, één van level 74, één van level 55, één van level 5. Nou. En die andere is al dood. Die is slecht. Ja, die is gewoon slecht. Jezus. Ja, maar die was ook in het vorige potje. Die ging de hele tijd ze dood. Ja, dus ik heb nog steeds zeg maar dezelfde auto. Ik heb ja, maar dan weer gefixt zeg maar. Ik heb nog garbage. Sukkel. Garbage. Hé, hey, dat was die ene AFK gast. What the fuck? Hoppa! Hij schoot precies op het moment dat ik recht voor hem stond. Mooi zo. Oeh, die heeft me net niet gevolgd. Ik ben aan de onderkant gegaan, maar ik kan nog wat door.
Want we raken langzamerhand een beetje out of cars. Nee, ik stond erop volgens mij. Maar ik heb hem niet. Ik heb hem jammer genoeg niet één. Holy shit! Nu heb ik zeker een nieuwe auto nodig. Ik ben 3 keer gehit! Ik ben 3 keer gehit en ik leef nog! Oh shit! Alles mogelijk, gek! Eén was op de onderkant en 2 waren op de achterkant. Dus ik heb daar ook wel geluk bij, maar ik moet nu wel een nieuwe hebben. Ik moest wel. Oh nee! Hij stapte net weg, die ene gast van level 132. Oh mijn god. Ja, lijkt me logisch, hè? Ze proberen te ontwijken. Jongen, wie was dat? Iemand uit ons team heeft mij net vol geblokkeerd. Hoppa, ik heb er één. Mooi. Nu die ene, ik ga even hier deze kant op. Die staat aan deze kant en dan staat de verkeer. Jezus man. Die rem die zit niet goed in elkaar. Tuurlijk wel. Of ik werd gewoon slecht. Ja. Ja, dat kan ook. Ja jongen. Klopt volgens mij. Ja, hij schoot precies op het moment dat ik weer voor hem stond. Oh, yeah, oh, boei! We winnen nu meer geld. Even kijken. 10.000! 1 round! 10.000! Hashtag 10.000 hype! Hashtag 10.000! Jordi! Ja? Jordi, nu moeten we gaan! Nu moeten we gaan, snel! Hashtag 10.000! Hashtag 10.000! 10.000 per ronde en als we nog 4 rondes moeten winnen en misschien verliezen we ook nog... Money round! Hashtag money round! Hashtag money game. Hashtag money round, ik zweer het je. Hashtag money round. Oké. Okay. Snel, pak eventjes 5 bazooka kogels, tenminste dat doe ik. Ik pak een 8, ik ga de 8 proberen te krijgen. Kom op. Oké, okay, ik lig erop. Ik heb een 8, ik heb een 8. Oké, okay, ik lig hier beneden. Ik kom eraan, Jelte! Ik kom eraan! Ik verstop me erachter. Zorg dat je niet wordt gespot. Volgens mij is het shit, daar komt alleen... Dat is ons team. Nee, maar kijk eens, er rijdt een auto. Nee, meen je niet. Go! En kijk dan! Rennen! Running! Fucking hell! Oh, hij is hierachter! Kut, kijk eens wie eraan komt! Oké, okay, rennen! Go! Doorrennen! Yes! Ja, ik ben safe. Ik ook. Nee, volgens mij, Jordi. Ik ga hierheen. Want er staat die AFK, gozer. Maar we moeten wel erboven even sneaky staan, dat ze ons niet doorhebben. Oh, kut. Ze komen van achteren, via. Ze hebben een hele omweg genomen om bij ons te komen. Tenminste. Oh, nee hoor. Maar. Nee. Wat zeg jij? Dat is helemaal niet zo. Nee, laat maar. Jij klimt veel sneller op die trap. Ja, ik druk de hele kruisje. Yes! Ja, ik ook. Ze hebben ons niet door, als het goed is. Ja, maar ze kunnen ons tipje wel zien op de kaart. Oh ja, dat is waar ook. Oké, ik schiet de AFK gas wel. Oké. Oké. Oké, als je hebt geschoten, ga dan sneaken. Doe je bezoeken weg, ga dan sneaken. Je weet de L3 dat je sneakt. Kijk, dan zien ze je als goed niet op de map. Zijn ze als goed niet op de map. Ah, oké, okay, nog 2 te gaan. Nog 2? Ja. Nog 1 zelfs. Oh nee, nog 2. En 2. En de 2 hoogste die zijn al dood. De 2 hoogste levels. Maar toch? Even geluld. Kijk ons hier. Hé, hey, je staat niet meer gesneakt. Sneaky doesn't. Easy doesn't. Oh, hij rijdt hier beneden. Hij heeft ons niet door. Jawel, hij heeft ons wel door. Ja, ik sta ook echt op het randje van het fucking gebouw. Ja, hij heeft ons niet door. Kom erbij. Als hij uitstapt om ons zo even te zoeken naar een ladder, dan kunnen we mooi schieten. Ja, dat klopt. Of wil je nu even naar het hogere gebouw bij de ramp? De ramp, hoe staat daar? Nou, dan kunnen we die man even beter... Wacht, zit nou 1 iemand van ons team in de... Oh, nee. Maar we moeten wel veilig naar beneden kunnen, zodat we doodgaan. Je gaat dood of niet? Ik ben dood. Nee, ik leef nog. Kijk uit, niet doen. Ik zweer, ik ben bijna dood. Ja, ik ga goed richten. Ja, ik leef nog.
Ik heb nog een full health. Ik heb serieus nog full health van die val. Oké, ik kan niet. Want ik land op zijn schuin dakje. Ik land op zijn schuin dakje. Wacht op mij, wacht op mij, wacht op mij, wacht op mij. Ja, ik moet even snel deze garage in, dan ben je weer safe. Hij kan hier niet komen, hè? Nee, niet met zijn auto, nee. Wacht, ik ga eens even kijken wat, of hij boven op de garage kan. Ik denk het niet. Ja, tuurlijk wel. Het is een garage. Oh, ja, ik heb hem gevonden. Ja, het kan, het kan, het kan. Tuurlijk, het is een garage. Het hoort gewoon te kunnen, oké? Een dikke free running hier om mensen te kunnen om te kunnen hiden voor mensen. Ja, yep. Maar we moeten ze ook nog even schieten zodat we gaan winnen het potje. Ik heb een beetje een probleem, want ik weet niet. We kunnen niet verder omhoog. Ja, ik zie wel een mooie plek. Okay. Ik zie wel een mooie plek. Ja, ik ook. Perfect. Oh, echt joh, we gaan dit niet winnen. We doen eigenlijk gewoon echt geen reet. Ja? Hoe duur? Wie? Ilke? Oh mijn god! Ja, dan kan ik ook Call of Duty Black Ops 3 kopen! Ja! Wanneer? Wanneer? Nou, iemand kon mijn PlayStation 3 nu al kopen. Serieus? Ja? En wanneer koop je Black Ops? Wanneer? Nou, weet ik niet. Als ik tijd heb. Hij staat erachter, hij staat erachter! Oh, ik sta echt op de beste plaats, jongen. Ik zweer het je. Oh, fuck. Ik heb nog één kogel. Ik heb nog 7. Ik ben dood. Oh, nee. Ik heb nog een ini. Lucky. Oh! Yes! 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 Oh. God damn it. Hashtag Money Road 2. Hoe de fuck halen we dit? Hoe lang ben ik aan het streamen? Oh! 4 minuten nodig om een uur stream te hebben. Ben zo terug, Jordi. Dat is goed. Waarom blijft mijn iPad niet meer staan? Wat is mis met dit hoesje? Oh, dat. Toch wel. Jordi? Ja? Oh shit, wacht even. Koptelefoon op. Oortjes zijn uitgevallen. Wacht even hoor. Tuurlijk. Altijd. Hashtag slimheid. Oké, ik ben hier. Hallo. Ja, wat is er? Niks. Ik wou gewoon even zeggen tegen mijn vader dat ik aan het. Dat we bezig waren met de stream. Ja, ze zijn hier. Ze zijn beneden. Ze zijn beneden. Ze staan achter. Ze staan erachter. We gaan erheen. We gaan erheen. We gaan erheen. We gaan erheen. Omrijden moeten we. Ja, doe ik ook. Oké, ga jij daarheen? Ik ga nog even die mensen erboven af. Ik probeer even of je erboven kan landen en vermoorden en op zoek kan pakken ofzo. Hey, iemand van ons team die gaat mij eraf beuken. Shit, hij gaat het gebouw erop. Oh nee. Ja, dus ik rij in de garage nu op dit moment. Hey, oh, bitch. Ik ben echt blij, jongen. Black Ops 3 is een coming. Hashtag BO3 hype voor Pyro Gaming. Hulp nodig hier, hulp nodig. Kom eraan. Motherfucker! Ik klim de hele tijd over die hekken en ik kan de hele tijd bij hem komen. Oké, ik ga wel naar de ene kant van de hek. Ja? Nee, die wacht. Nee. Jawel. Jawel. Motherfucking hell! Kom eens hier. Yes! Nee! Kom bij de garage, heel gauw. Nou, kijk. Ja, in de kast onder ligt wel een draadje. Maar dat is mijn PlayStation. Van mijn PlayStation. Ik weet. Nee, dat is van mijn PlayStation 4 volgens mij. Ik weet niet wat het is, maar. Nou, kom maar op! Hier moet een lader hebben. Hij vlucht! Hij vlucht! Ik heb geen. Waar is hij, Jordi? Hij springt uit de garage. Ik heb geen papa, hij ligt hier denk ik in de kastje. Daaronder liggen allemaal draden. Ik heb het heel druk. Ja. Godverdomme. Hij gaat op dat gebouw. Ja. Ik kan... Oh,
vieze flikker. Heeft hij nog bazooka? Nee, hij heeft geen kans dat hij lang geschoten. Ik ga achter hem aan lopend. Ja, ik volg hem. Ja. Lopend? Hij heeft een bazooka. Boeien. Nee! Hij vecht zelf. Auw. Kijk uit, hij heeft als goed is 8 kogels. Ja. Hij gaat zelfmoord plegen. Als ik nu kom. Koen. Nee, joh. Ik heb hem. Ja? Ja. Tactic. Oh, sorry. Ik weet niet of dit iets is. Oh nee, je hebt nu wel mijn draadje van mijn PlayStation 4. 6000. Hey, chill. Oké, dit is niet echt zo duur. Wat zei je, Jordi? Dit was niet zoveel geld. Na 2 rounds met 10.000. Maar ik denk toch wel dat het langzaam al nu weer op de 100.000 zit. Ja. Nou, dat sowieso al. We hebben nu al 4 dit gedaan. Jongens, 1 uur stream. Ik heb 1 uur stream gehad. 1 uur stream en $100.000 erbij. Nou, dat weet ik niet zo snel. Wacht, ik zal even kijken. Hoeveel heb ik er nu? Ik denk, we zijn totaal niet meer aan het concentreren. Shit, het klopt, ik heb 35.000. 135.000 zou je bedoelen? Nee, ik heb 35.000 in totaal. In totaal? Ja, in totaal. Ik lig beneden. Kom eraan! Hoi! Kijk uit! Hoi! Ze hebben ons door, ze hebben echt zo'n niet! Hoe hebben ze jou nog niet gezien, Jelte? Hoe? Hallo, jongens! Hoe gaat het? Doei! Hoe hebben ze jou nog niet gezien, man? Oh, ik moet haasten, ik moet echt haasten voordat ze me vermoorden. Nou, maakt niet uit, ze zijn toch niet. Ja, I'm safe. Ja? Sorry? Is goed. Moet je offline? Nee. Oh. Ik moet even wat rustiger doen, voor als die meneer zo komt, dan is het ineens... Joh, in één keer boven zo van, godverdomme! Ja, wow, hé, maar Jelte, ga je morgen dan Black Ops kopen? Dat denk ik wel, als ik... ik denk wel. Oké, als je morgenmiddag dan hebt, zullen we dan morgenavond samen online zombies doen? Is goed. Oh, Jelte, die vieze flikker daar op die ladder. Holy shit. Vieze flikker. Vieze flikker. Oh shit. Volgens mij heeft die gast die ons door. Oh, hoe komt die gast van ons team hier? Hij is de andere kant op gegaan. Hij ging er vallen. Je weet, hij ging er vallen. En dan ging hij daar op een van die trailers. Vanaf het dak ging hij op de trailers. En dan ging hij hierheen. Dus zijn dan kijk maar hier. Ik kom er ook aan hoor. Kijk me staan hier dan. It's peace. It's so peaceful around here. How do you know? Oh, ik viel bijna van het dak, joh. Ja? Oh, jammer. Die gast komt eraan. Die gaat door de bocht. Dan gaat hij ons... Ja, denk het wel. Nee, lang is niet. Yo, ik heb al 400.000. En mensen staan aan de missies. Waarom schiet ik die? Sorry. Nee, je moet niet al die kogels verspillen, joh. Ik schiet dit alleen als ik het goed kan raken. Zou ik het overleven om daar naar beneden te springen? Nee, dat zou ik nooit overleven. Nee, haal ik niet. Yes! Hey, Jelte, je doet me bijna eraf. Je had het wel bijna overleefd volgens mij. Ja, volgens mij wel ook. Ja, dat zag echt droog uit, jongen. Voor degene die het heeft bekeken, doe pray voor Jelte. Hashtag pray voor Jelte. Oh, oh. Jezus, schiet! Oh!
Dat waren al je kogels zeker. Nee, ik heb er nog één. Ik heb er nog. Yeah! Nee, ik moet nog één kogel. Ik heb nog één kogel. Die moet ik goed gebruiken. Oh, komt ie. Je gaat ik ga niet schieten. Ik ga niet schieten. Wat? Oeh, nice. Jordi, ik denk dat als je gaat staan waar die Victor Rambi staat, dan kun je eraf lopen. En dan val je daar neer, dus dan spring je niet. Eraf lopen maar. Maar jongen! Jongen, dan val je juist neer, joh. En dan val je echt dood. Denk je? Ja. Oké, ik doe dit voor de views. Ik doe dit voor de kijkers, jongens. Doe hashtag pray voor 17. Oké, Moekel! Oh, nee. Nee, dat had je niet overleefd. Nee, jongens. Jongen, als je dat in de livestream ziet, jongen. Je ziet me echt zo'n bitchclip maken op de grond. Echt zo, jee. Nee, moet je maar eens zien dan. Dat ziet echt fucking briek uit, zie dan. Shit, hij is vermoord. Uitprobeer, ik moet het zien of het werkt. Paf. Jelte, don't try this at home, oké? Dat overleef je gewoon niet. 10.000 round. Fuck je. Yeah. Ik moet even mijn kachels omlaag gooien. Want volgens mij staan mijn kachels nu wel een beetje heel erg hoog. Ja, mijn kachels stonden op het hoogste. Dus daarom vind ik het. Daarom is het hier zo heet in mijn kamer. Ik dacht al. Oh. Want ik... iemand van ons... wij hebben al 37.000, maar die andere gast zit. Ja, maar die slaat richting. Ik heb er nu 415.000. Nice. Dan hou je nog wel. Ik denk het niet. Ja, misschien hoor, misschien. Ik weet niet hoeveel laat jij door mag. 9 uur. Oh ja, ik ook zoiets ongeveer. Ik moet eigenlijk leren om 9 uur. Maar ik wil nog wel eventjes door voor de 500.000. Ja, maar het hoeft niet... Als je dan bijvoorbeeld 480.000 hebt, dan moet je wel gewoon tevreden zijn. Ja, yep, maar ik wil graag nog hoe heet het halen. Die ene Karuma Armor. Ja. Oh, volgens mij gaan er heel veel players leven. Oh, je joint alweer iemand. Mooi. Solaxe fan vond ik altijd een leuke zender, maar nu echt niet meer. Welke? Hoe heet het? Solaxe fan. Nee, dat is echt een kutzender eigenlijk. Vind ik. Ja, maar ik vind Flylo FM vind ik leuker. En Non-Stop Pop vind ik ook super gay. Maar sommige liedjes zijn erop wel leuk. Ja. Super gay. Super gay. Oké, dit gaat wel goed. Dit gaat wel goed. Oké, let's begin, yo. Jordi? Ja. Eén ding, wij gaan winnen. Ja, we hebben tot nu toe elke keer gewonnen, dus kan niks verkeerd gaan. Terwijl we eigenlijk helemaal alleen maar aan het kloten waren. Echt, en daardoor hebben we alleen gewonnen. Jop. Joppadiop. Non-stop, jongen. Gay. Oh. Er is iemand aan het joinen, er zijn er ook al 8. Dus, 9... Met 10 mensen ongeveer, met 9, 10, 8, oh, ik heb al 2 likes op mijn video. Jongens, bedankt voor degene die hem hebben geliked. Dat ben ik en jij zeker. Nee, ik like altijd mijn video en jij dan ook. Dus dan heeft 1 iemand anders ook nog geliked. Voor degene die dat heeft gedaan, heel erg bedankt. Nee, ik heb hem ook niet geliked, nog niet hoor. Oh, dus dan heb ik gewoon 2 likes van andere mensen. Nou, bedankt voor degene die hebben geliked. Ik waardeer dat heel erg. Bedankt. Ik ga nog even naar de wc. Ben zo terug. Nou, ik zou zeggen scheidsen. Nee, plassen. Maar jongens, voor degene die alles hebben geliked en die maar misschien gaan abonneren. Ik waardeer dat heel erg.
En als jullie me abonneren, dan krijgen jullie meer game content als zoals Black Ops 3. En GTA 5 tot nu toe. En waarschijnlijk. Maar ik denk wel sowieso. Maar dit jaar niet meer. Dus niet 2015, maar 2016 sowieso. Dan ga ik serie starten van Fallout. Dus ik ga binnenkort serie starten van Fallout 4. Yo, kijk al die mensen! Ja, echt hè? Nee, ik zei net tegen de kijkers dat ik binnenkort een serie ga starten. Als ik Fallout 4 heb, dan ga ik een serie starten zoals Part 1 en dat soort dingen. Oh, Fallout 4. Ik vind dat niet te super. Het is op zich wel leuk. Maar ja, voor sommige mensen is het niet leuk, maar het is single player. Maar kijk, het is wel weer zo. Je hebt een nuke. Kom op. Je hebt nukes. Dat is cool. Ja, maar je hebt meer dan 400 uur gameplay aan, hè? Dus dan worden mooi veel parts. Jongen, dat worden heel veel parts, jongen. Dat wordt waarschijnlijk 14 parts. Nee, nog niet 14. Dat wordt waarschijnlijk een stuk of 20 parts. Moet wel. Nee, voor elke missie of zo één part. En als dan bijvoorbeeld één missie binnen, ik zeg maar wat kwartier af is, dan ga ik misschien nog een partje, nog een missie gaan vastdoen. Als je dat uitrekent, 400 uur ongeveer. En ongeveer dan, een half uur aan ongeveer half uur per missie, ongeveer 20 half uur. Vier parts is 1 uur. Dus 400 keer 4. Oh, dat zijn veel! Wow, de sessie! Ho, ho, ho. Jongens! Hype! Waar heb je het nou over? Over de Fallout 4 parts of over dit? Beide! Dude! Als deze klaar is met Jordan, dan beginnen we. Als het goed is. Ja, zie. Oh! Kijk je level 508! No, we zijn met, weet je, omdat er met zoveel zijn en als we nu winnen. Maar nu moeten we niet gaan kloten, nu moeten we wel even serieus doen, want er zijn wel heel veel players. Ja. Wow, lusje. Hey, maar je weet als we nu winnen, je weet als we nu winnen dat we sowieso 20 of 25k verdienen per fucking round. Ja. Jongen, als we zo door, als deze elke keer winnen, ben je binnen een kwartier, 20 minuten op een half miljoen. Ja, dat sowieso. Jezus, dit is leuk, jongen. Oh, yeah. Oh, fuck you, jongens. Dit wordt mooi. Ja, ik zie er helemaal links achterin een aap staan op mijn scherm. Oh, ik zie helemaal links achterin jou staan. Ja, op mijn scherm sta je helemaal links achterin. Dus ik zie in één keer zo'n mislukte aap staan. Zo, jee! Jee! Als mijn missie start, dan is de aap... Jong, volg mij! Waarom stapt iemand bij mij in? Hij moet even uitstappen. Uitstappen. Goed zo. Jongens, oh, kut, als jullie de kwaliteit van het geluid goed vinden, van mijn microfoon, ik heb er een. Dan moeten jullie het zeggen en dan zeg ik wel... Holy shit, zoveel rockets! Holy shit! Ik had er een... Holy shit, moet je al die fucking doden zien! Oh, dat zijn allemaal van die shows. Wat, ze hebben nog maar drie... Huh? Er zijn serieus nog maar drie enemies. What the fuck? Weet ik, ze pleuren er allemaal af. Net of iemand ze bestuurt of zo en dat hij er allemaal af. Holy shit! Jongen, wij hebben nog geen enkele doden. Even kijken. Moet je al die auto's zien op de map, jongen? Dat is niet normaal. Ik heb er nog een zelfs. Huh? Hij is niet dood? Hex. Sowieso hex. Hex! Ik ben dood! Ja, yeah, we hebben eigenlijk een dood in ons team! Yes! Fucking blij dat er iemand dood is uit mijn team. Holy shit! Oké, ik ga even bij jou op jou kijken. Oh fuck! Hoor je ook wat? Ja. Waarom hoor ik op de achtergrond iets praten of zo? Waarschijnlijk is dat die meneer of zo die PlayStation komt kopen of zo. Kan toch? Het kan. Maar je bent nu echt fucking hype voor Black Ops 3 waarschijnlijk, of niet? Yup. Hype! Hype!
Ik moet nog 80 euro aan mijn ouders terugbetalen. Dan heb ik nog 80 over. Dan koop ik Black Ops 2. Voor 60 3 bedoel euro. Je? Ik bedoel Black Ops 3. 3, ja. Voor 60 euro, dan hou ik nog 20 over. Oké, okay, mooi. Je gaat toch niet vertellen dat we nog gaan winnen ook, hè? Ook hebben we nog maar 2. Er zitten alleen maar level 100 nog in ons team. Op eentje na die van level 25 dan. Dan gaan we toch niet vertellen dat we dit nog gaan winnen. Ja, we kunnen dit dan niet meer winnen. Ben zo terug hoor. De meneer komt eraan, oké? Okay? Yo, succes man. Succes. Ja, ik ben over een minuut alweer terug. Ik ga gewoon even kijken. Ja, doe maar. Doe rustig aan. Hey, Johan, laat me weten in de reacties of tot nu toe in de chat. Wat jullie ervan vinden dat ik later een foutserie ga beginnen. Yes! Hoeveel verdienen we voor zo'n round, joh? Zesduizend? Dan mogen je zoveel te verdienen als je met zoveel personen zit. Wat is dit? Nou, zo wel. We hebben lol. Oké, jongens. Laten we dit eventjes fixen. Oh, Jezus. Jezus. We hebben net gewonnen, hoor. We hebben net gewonnen. En hoeveel kregen we? 6000, fucking raar. Serieus? Ja. Nou, de meneer van de PlayStation is er. Holy shit. Hij zag er echt uit zo van, ik weet niet of ik deze wel moet kopen. Serieus? Zo zag het er wel uit hoe hij... Nou, nee. Maar ik denk het wel. Koop het wel voor hem, man. Koop het wel ja, voor. Ja, koop het ook. Dan staat er iemand tegen de muur vast. Oh, shit! Shit. Bazooka's op. Oh, shit! Ik ben geraakt! Ik lig er nog op. Kun je de deur dicht doen? Ja, oké. Okay. Holy shit, man! Dit is intens. Zeker wel. Ja, ik heb hem volgrit. Oh, daar vliegt hij. Ja. Hey, what the fuck? Hoe kan iemand uit ons team mij exploderen? What the fuck gebeurt er? Dit is voor de controller en de headset heeft een... Oh! Ik ben dood. Nee, de controller, dat is de controller. Ja, hier, deze. Ah. Oké, okay, we hebben nog maar 2 enemies. Yeah. Waarom is iemand off the radar? What the fuck is dat nou weer voor nut? Nou, zodat je hem niet ziet aankomen, ook al zie je dat... Jongens, je ziet gewoon aankomen, jongen. Ja, daarom. Waarom ga je dan van de reden? En kost ook nog geld. Iemand pleegde suicide waar ik naar stond te kijken. Ja, maar kijk, nu is het 3 tegen 3. Als het goed is, ja, 3 tegen 3. Oké, okay, dat gaat goed. What the fuck, jongen? Vooral bij het begin, En maar joh, jij kwam terug, niks verwacht. En ineens zie je alleen maar boom, boom, boom. Lijkt wel alsof je midden in zo'n oorloggebied zit, jongen. Ja. Nee, hoe heet het? Terror in... Terroristen!
terrorisme in de Los Santos. Ja, jong. Holy shit! Oh nee! We moeten dit echt winnen. Oh we shit! Winnen, hoor. Nee, we mogen dit niet winnen, jongen. Jongen, dan krijgen we een 10.000, hè? Want Je kijkt hoeveel er staat afgeslacht, jongen. Dit is niet normaal. Hij staat hier beneden. Waarom ga je niet om hem schieten, cirkels? Rustig aan, rustig aan. Hij is die blauwe auto, kut. Jezus. Wat een cirkel eigenlijk. Zij gaat eronder staan. Nee, hij redt weg, hij redt weg. Oh! Yes! Yes! Schiet nu! We moeten hem pakken, we moeten deze man pakken nu. Deze man! Hij staat Fire vast, in the hole! Hij staat vast! Oh! Iemand heeft een killstreak van 1,5 keer RP. Holy shit. Oh shit, we hebben nog maar 3 vips. Hij gaat campen. Hij gaat campen. Of hij gaat een nieuwe hij auto. Pakt hij pakt een nieuwe auto. Huh, er zijn nog 2 van het andere. Oh nee, nog 1. 1. We hebben dit gewonnen hoor. We hebben dit gewonnen. Echt? Ja, volgens mij wel hoor. Maar even serieus, de hele sessie is deze eerst had het helemaal vol. En nu is deze hele fucking sessie leeg, omdat iedereen is afgeknald. Ja, maar iedereen pleurde eraf. Jongen, dat lijkt me best oh mijn god. Nee, we gaan nooit verliezen. We hebben verloren. Precies in de laatste minuut. Wat is dit? Laatste 2 seconden eigenlijk. Nou. Wat? Wat? Kan dit? 10.000! Wij winnen elke keer op de een of andere manier hoor. Net of hebben wij hacks of zo. Hacks! Hacks for the win. Oh mijn god, I like this. Ik zeg het je, I like this. Oh. Hoe de fuck halen we dit? Hoe is het mogelijk, gek? Hoe is het mogelijk? Kut, we hebben ongeveer nog maar 10 minuutjes. Ja, dus. We gaan nog een kwartier door, nee grapje. Ik heb een vraag of ik iets later mag, want ik ben morgen best wel laat in eigenlijk. Hoe laat? 9:30 moet ik fietsen en 10:00 moet ik op school zijn. Check het 9:50 in. Nee, 9:50. Oh, 9:50, ik moet altijd 9:50. Ja, maar ik moet van morgen 9:50 trouwens. Dus fuck je volk, ik ben dood. Ik ben al dood. Ik ben eventjes aan het appen hoor. Zo, kijk, ik ben eventjes aan het appen, dus is verdeeld. Oh shit, ik word helemaal gehit. Ze zitten allemaal op me te schieten, allemaal raketten naast me. Oh Jordi. Ja, iemand stapt bij je in. Serieus? Hij moet even uitstappen. Ja, hij stapt alweer uit. Nee, hij staat. Oh ja, wel, hij staat. Nee, hij zit er nog in. Hij is uitgestapt. Ik heb hem aangereden van ons team. Oh, jullie achter je. Samen, same car. Shit, nee. Pak deze. Oeh. Hij kroop net weg. Ja, hij mag tot 9:50. Yes. Oké, mooi. Oh, fuck. Ondertussen zit ik nog steeds te appen. Holy shit. En ik ga weer rustig verder met 2 handen. Oké, ik ben weer helemaal back in action. Ik ben klaar met appen, jongens. Let's do this. Ze missen alles bij mij. Oké, ik mag tot 9:50. Dus ik heb nog 20 minuutjes. Ik heb nog 20 minuutjes. Chill. Dit is toch de beste manier om geld te verdienen. Echt waar. Jong, omdat het ook nog double money is. Double airplane money weekend is, hè. Dus ik krijg fucking veel geld. Serieus is dat nu? Volgens mij wel. En morgen worden trouwens ook de games geüpdate. Gratis games van de week. Weet ik. Van de maand bedoel je? En kan ook, maar dan koop ik Black Ops en dan is dat ineens de gratis game. Nee, kan nooit. Dat kan nooit. Alleen oudere spellen. Ik heb er 1. Ik heb 2 kijkers. Bedankt voor het kijken, jongens.
Ik kijk nu niet, dus het is sowieso, het zijn zo twee andere. Ja. Na 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 Snoop Dogg. Snoop Dogg. Wat? Wat hebben ze me nodig? Ik kan nu echt niet. Wat is er mee dan? Nou, ze hebben... Ik moet hoe ze... Zeg maar, naar de instelling, of zeg maar... Hé hey Jordi, weet je hoe je PlayStation 3 moet resetten? Resetten? Ja. Het is hoofdzakelijk bijna hetzelfde als PlayStation 4. Ik geloof instellingen. Ja. Ramon, neem mijn iPad, code 2803. En hij zegt, how to reset your PS3. Ik dacht instellingen, dan software. En dan alle software verwijderen. Ramon, snel, ga naar beneden. Ebbes. Oh, hij kroop. Hij ging net zo'n draai eronder door. Oh. Maar ik weet niet zeker. Volgens mij was het iets zo. Dat je instelling moest dat je dan teruggezet naar voren. Sneller! Ik vertrouw jou niet. Hij is dood. Oh, ik doe even mijn headset even kort af, want het wordt een klein beetje heet. Ja, je hebt een, ik heb gewoon zo'n oortje. Ja? Maar ik weet niet hoe je moet resetten. Ik heb Ramon mijn iPad al gegeven om het op te zoeken. Ja, ik weet het niet. Ik dacht via instellingen, denk ik. Nou, loser? Nee, winner! Yes. 6000? Boeien. Maar het was volgens mij instellingen. Dat stond ergens of zo software of iets anders. Maar ik geloof dat het bij software was, moest je geloof ik alle software kunnen verwijderen. Ik weet niet. Maar het staat sowieso in instellingen. En dat is ook echt het belangrijkste wat ik zeg in deze verdomde livestream. Hij gaat hem kopen als de PlayStation 3 even wordt gereset. Uh-oh. Hm? Moet hij wel snel worden gereset, neem ik aan. Gaat dat snel of duurt dat wel even? Resetten? Meestal als je dat doet, dan moet hij of zo. Als je zo gaat bekijken, dan moet hij alles verwijderen wat er ooit op is gezet. Dus downloads, updates moet hij verwijderen. Dus dat kan wel bijvoorbeeld een kwartiertje duren, 10 minuutjes. Oh godsamme. Weet niet zeker hoor. Nee, weet ik. Maar als het zo. Ja, ik snap ook wel. Eigenlijk is het ook best wel logisch dat hij even alles moet verwijderen. Hé, ik ben dood. Nu al, hè? Nu ben ik al dood. Lekker voor je, joh. Ga lekker even naar beneden om te kijken of je kan helpen met de reset. Ja, ik ben zo terug. Ja, succes, man. Oh, we gaan dit volgens mij best wel verliezen. Oké, ik hoop het van niet natuurlijk, maar het kan.
Wacht, wat? Jordi, je bent alleen. Oh! Wat gebeurde? Werd ik van twee kanten tegelijkertijd gehit? Ja. Ik werd gewoon volgens mij gesquashed. Volgens mij ook. Ja, ik kijk de livestream en ik werd gewoon echt gesquashed tussen twee auto's. Echt gewoon, surprise motherfucker, paf. En we kregen zeker met $300. Nou, money. 300? 3000 bedoel je? 3300 weet niet. Als 300 is, dan ga ik best wel halen. Oh. Nee, nog niet eens, man. $570. Oh. Money. En is het gelukt met resetten? Of is hij bezig? Hij is nu bezig. Nice! En is het een aardige man of is het een man van wat de fuck doe ik met mijn leven? Hij is wel aardig. Hij zegt, hoe heet het? We waren zeg maar aan het praten over de... Ja? Oh, ben zo terug, Jordi. Yo, succes. Zoals jullie horen, jongens, mijn vriend hier, die heeft binnenkort ook Black Ops 3. En dan komen er weer een paar Black Ops 3 video's aan. Jordi, I'm back. Wat? Ik ben terug. Het is even een heel gedoe nu, want ik word vanaf 10 kilometer afstand vol gehit of zo. Nou, dat is geen 10 kilometer. Nee. Ja, dit is niet leuk. Hebbes! Gewoon. Oké, mooi. Maar hij zei zo, ja, dan kom ik thuis vanzelf wel achter, want ik zei zo, ik leg dus een spel uit. Zei hij, ja, daar kom ik dan wel achter. Dus hij gaat hem sowieso halen. Maar met welk spel erbij? Gewoon met elk spel die er was bij? Of? Alle spellen die ik had. Dus ook GTA zo en Ja. Nice. Ga verliezen, denk ik. Holy shit! Ik heb een nieuwe auto nodig. Heel gauw. Ja, ik ook. Hey, Jelte! Kom, pak de gele, pak de gele. Waarom spring ik uit de auto? Ik spring de auto van stil, mijn karakter springt uit de auto. Pak de gele. Oh, je remt bijna aan, jongen. Sorry. Ah, ik ben niet gele, maar anders had ik toch nog voorhelft. Zij kunnen echt goed schieten, hoor. En welke levels zijn hun? Ja, iemand zit erin van level 200. Oké, dat verklaart wel een beetje iets. Oké, dat verklaart wel wat. Ja, ze hebben me nu al drie keer gehit. Ik heb er één. Ja. Oeh! En iemand had een handgun. Er spawnde ergens een handgun. De boven spawnde terug met een handgun. En hij schoot me met de handgun met één schot door mijn hoofd. En met één schot. hij had fucking goede aim. Hij schoot me met serieus met één schot door mijn kanus heen. Who the fuck? Oké, dan complimenten ervoor. Dat, Nee, juist niet. Fuck hem. Hij heeft je gekild. Nee, maar kom op. Met één handgun. Ja, als iemand je gaat vermoorden in het echt, ga je hem ook complimenten geven. Nee, dan ben je al dood. Nee, dan ben je al dood. Dus oké, moeilijk zeggen. Ik had er één iemand verkeerd. Er zit een enemy in de auto, man. Je reed gewoon fucking hard langs. Wij gaan winnen, hè? Nee, juist niet. Verlies die hard. Maar je weet dat een enemy in de auto zit. Oh, dat is wel heel nakkerig. Ja, hij staat beneden, jongen. Ja, dit is toch onmogelijk, gek. Rij naar die spawn, want daar staat een enemy. Hij zit niet in de auto, hij is uitgestapt. Hij staat achter die auto. Bye. Op die auto! Nee, overrij hem. Slimme keus van hem, zeg, hè. Godverdomme. Moet je maar niet aan ons... Nee! Pak wel even een nieuwe auto. Ga ik doen. Er staan nog maar twee nieuwe auto's. Oké, het staat gelijk. Er staat 3-3. Kom op. Er staat 3-3. Als ik nu ga campen en ons andere hele team gaat ook campen... Nou, dan komt het terug, man. Wacht even. Er staat hier iemand op zo'n weg. Nee. Wel, die staat hier om het hoekje op de weg. Nee, hoor. Wel, inderdaad. Oh nee, die heeft een bazooka, die gaat hem schieten. Je kan met de insertje erbovenop te komen. Oh, dat is champagne. Champagne! Heb je wat champagne voor me? Oeh. What the fuck? Don't do that!
Hij heeft geen bezoeker. Uitstappen! Gewoon rennen. Ren achter me aan met de crowbar. Ik zweet je, als nu in één keer een bezoek. Dikke Chase hier. Uh-oh. Uh-oh. Hij heeft de bazooka. Hij heeft het zelf gemoord! Ja, dat bedoel ik. Daarom, als hij op mij gaat schieten, dan vermoordt hij zichzelf ook. Dat is eigenlijk best wel een zelfmoordactie van jou. Oh, nog 34 seconden hebben ze daarvoor. Yes! Yes, 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 yes. Yes. Ondertussen kan ik even mijn tas pakken. We hebben hem, we hebben hem, we hebben hem. Ja! Yes. Jongen, dit is... Oh shit, mijn kop, mijn oortjes vallen af. Oh. Alweer? Ja, oh, in totaal 36.000. En alweer een rank up. Oh, ik ben bijna geen kop, jongen. Yes. Oké, nu gaan we wel primo doen. Nog even 10 minuutjes kloten en daarna... Ja. Even genieten van het geld. Even kijken wat ik ermee kan doen. Let's enjoy this money. Holy shit. Holy damn. Dus ik spaar. Ik sta voor free mode. Ja, ik ook. Jongens, ja, dat ging goed. We got like 36.920 monies. Nee. Goed Engels. Primo. Ja, primo zelf. Voordat je niet meer kan kiezen. Ja, ik zit in primo. Mooi. Die Double G Snoop Dogg. Nu gaat iedereen in primo, hè? Iedereen wordt nu automatisch primo gezet. Nee hoor. Nee, alleen de mensen die die play hebben dan. Ja. Jongen, ik ga even van mijn geld genieten hoor. Ik ben rijk. Ik ben rijk? Wat ga je ervoor kopen? Nou, Karuma denk ik. Ik weet het nog niet zeker, want je moet hem echt goed oppimpen voordat hij pas. Hij is bij het begin wel goed, maar hij is niet zo snel. Maar als je Karuma echt heel sterk wil maken, moet je ook wel armor erop gooien. Ik ga zo terug. Als je bij me in de session bent, protect me. Oké. Hey, jongens, ik end hier de stream. En ik zie jullie in de volgende video, wat waarschijnlijk Black Ops 3 wordt. Maar ik zie jullie in de volgende video. En peace out.